Dat is echt iets dat ik nog nooit gezien heb. Thee met echte popcorn in. En dat zie je maar. Je hebt echt super veel soorten. Hier een hele muur, daar ook een hele muur. Nee. Zie maar, ik vind dat jij dat goed doet, hè? Zie, en jij doet dat goed. Ja, dank u. Ja. Voilà, ze. Koop zalm. En je doet deze erop als je zalm ontkopen bent, ontbakken. En je doet dit erop, dan krijg je ongelooflijk grote thee. Kun je heel veel mee doen. Hey, het is ik. Mijn stem is er waarschijnlijk nog niet, want ik ben net wakker. Ik ga vandaag een keer iets anders doen. Iets dat ik nog niet gedaan heb, iets nieuws. Jullie gaan waarschijnlijk al soms op mijn Instagram precies smoothies en sapjes zien passeren hebben. En dat is allemaal van één zaak, namelijk Maona. Dat is dus mijn favoriete zaak in Kortrijk. Wat verkopen ze daar? Ze verkopen daar namelijk sapjes, koffies, supergoeie yoghurt. Je kunt daar ontbijten, speciale sapjes voor te vermageren. Echt een zonde ding. En het is echt een beide fantastische zaak. En dus vandaag ga ik daar naartoe, zodat jullie die zaak een beetje beter kunnen leren kennen. Ze verkopen namelijk ook sinds kort petten. En dat zijn deze. Daar staat op hot, dus ja, de pet past bij mij. Nee, het is niet waar. Het zijn echt leuke pet, moet zeker ook eentje gaan halen. Pet is altijd leuk, pet is altijd handig voor in de zomer. Ik ben eigenlijk zo goed als klaar om te vertrekken eigenlijk. Dus ik ga nu mijn bus pakken naar Kortrijk. En ik ga jullie een beetje meer info geven dan. Dus je gaat wel zien. Enjoy! Drie keer raden wat dat hier is. Dat is dus de muur der geduld, die mensen. 40 uur hebben ze daaraan gezeten. Eentje per eentje, met de hand. Allemaal met de hand, zelf gedaan. 12 uur per dag tot 2 à 3 uur s'nachts. En zoals je ziet, ja, het zijn dus al stukjes van 5 cent. Voor hoeveel geld hangt er aan die muur? 700 euro. 700 euro. 14.000 stukken van 5 cent, begint er maar aan. Echt respect dat ze dat gedaan hebben. Past supergoed bij het interieur van de lampen, zijn ook in koper. De bloempotjes ook, dus past echt wel bij het interieur. Wortel, sinaasappelsap, citroen en mango ananas. Oké. Okay. En hoe noemt deze? Skin Beauty. Dat is goed voor een stralende huid en een stralend haar. Oké, okay, super. Allee, we gaan dat het zien. Dat is een van de superfoods. Ja? Oké, okay, super. De eerste keer dat ik deze probeer. Enjoy. Dankjewel. Dat kan je proberen. Nee. Jawel, goed. Ja? Ja, het is een goeie. Is zo kort. Dus als je mooi haar en mooie huid wat op lettere manier, dan moet je zeker doen, vragen. We're live. Ja. Hey, het is terug, hè. Ik had dus gezegd dat ik een beetje uitleg ging geven over deze fantastische zaak hier. Maar ik ga dat namelijk niet zelf doen. Wie zou ze dat beter kunnen dan de eigenaar zelf, Pieter? Ik heb dat concept bedacht. Ja. Maar Eline en Rins, die laten het eigenlijk terug tot leven komen. Dat is fantastisch. Maar ze willen niet in beeld komen. Straks halen ze bij. Ja, straks moeten ze in beeld komen. Wat is dat eigenlijk in feite? Hoeveel zaken zijn er eigenlijk? Jij ziet er goed uit, hè? Niet zo. Dat is goede kwaliteit. Ik heb tot 3, ja. Ik heb tot 3 uur gewerkt. Ja. Ik heb tot 3 uur Pokémon gedaan, maar oké, okay, dat is hetzelfde. Hoeveel zaken zijn er eigenlijk al in totaal? Er zijn nu een drietal Maona's. En er is één mint. En ik heb 2 café cultures. En wat is dat eigenlijk? De mint is een lunchzaak. Waar je salads, burgers en sandwiches kunt halen. In het centrum van Antwerpen. En de Maona's is een concept wat ik vind voor eigenlijk de moderne mens. Het Europees voedselorgaan van Europa zegt dat je 5 verschillende groenten en fruitsoorten moet eten. Als je naar Maona komt, dan heb je dat eigenlijk in één maaltijd. Als je nu een juice pakt en je pakt een wildcorn sandwich, dan heb je eigenlijk alles al voor je volledige dag. Of pak een jugli,
En je pakt een juice, dan heb je alles op één dag. Bij mij de eerste keer dat ik kwam, ik had nog niet ontbeten en ik moest toekomen voor toch wel een lange tijd. Dus ik had gewoon aan Lorenz, aan de eigenaar, gevraagd van ja, kies een keer iets waarmee ik zeker ga volzitten, een goed ontbijt. En ze hadden mij zo'n jugli geven en dat was echt fantastisch. Ja, wij doen eigenlijk onze juglis heel vaak met appelsiensap. En dan zie je iedereen, wel. Ah, appelsiensap met je. Ik heb dat ook gesmaakt. Ik dacht van, allee, zo speciaal. Je moet komen en als je niet lust, dan geef je terug, maar dat is fantastisch. Natuurlijk hebben ze niet alleen yoghurt, maar ook nog van alles, van andere dingen. Kun je een beetje uitleg geven over de andere dingen dan er nog zijn? Eigenlijk is het heel, ofwel, ik vind dat je op de toog altijd bij 's morgens vroeg een croissantje en een muffin moet kunnen meepakken. Of eens een chocolaatje, dat vind ik. En dan heb je waldkorn sandwiches. Waldkorn is heel gezond. Het is een bruin brood. En daar heb je heel leuke combinaties. Dus met zalm en Philadelphia kaas. Heb je met mozzarella, serrano ham en tomaat. Maar dan ook weer gewoon een krokje. Dus kaas, hisp en een waldkorn sandwich. Ik ga straks eentje proberen, zo'n waldkorn sandwich. Ik ben aan het vloggen. Hallo. Dat is Eline die niet in beeld komt. Dat is al eentje, ja. Allee. Eén rewind. Straks gaan we ook veel uitleg geven over de thee's. Want daar ging ik eigenlijk speciaal een video over maken. Oké. Okay. Hoeveel soorten thee's zijn er totaal? We hebben ondertussen al 80 thee's. En het zijn ook super mooie blikjes. Ik ga er nog eentje bij. Ik kan er maar eentje halen. Welke is dat? De Essential Lemonade? Nee. Nee? Ik kan die zien. Ah, de Palmtree Coco, ah, Coco Paradise. Okay. Wat zit er daar bijvoorbeeld al? Dat is kokos en ananas in groene thee. Kokos en groene. Dus je doet dat eigenlijk open, zie je? Winddicht en luchtdicht is. Dus een thee mag nooit wind en lucht ontsluiten. Lekker, hè? Ja. Dus je komt één keer zo'n blikje en daarna refill je gewoon. Oh. En dat is dan één blikje en daarna refill je dan een goedkopere prijs. Amai. Is goed, hè? Ja, dat wist ik niet. Maar dat is het leuke, we maken nu thee's voor de Jockey Club in Ibiza. Ja, ik heb dat ook gezien. Tattoo artist van Naomi Campbell in Cadillac. Ja, de 4-ster hotel in Parijs. Ik ben nu met een 5-ster hotel in Amsterdam bezig. Nicolette van Dam. Met een jubilee, hè? Ik heb een jubilee gekregen. Super lekker, ik pak hem altijd met banaantjes. Ja, ik heb hem nu gekregen met rood fruit. Leuk hoe dat jij dat doet. Dat is mijn eerste vloginterview. Echt? Allee, het is mijn eerste interview. Allee, goed. Ik heb er ondertussen een paar van die samenwerking en andere specialities bijgehaald. Deze bijvoorbeeld, dat is ook een speciaal blikje. Ibiza. Dat is omdat iedereen naar Ibiza gaat, die kennen dat wel als van die yerbas. De kruiden van Ibiza. En die krijgen dat met alcohol in. Die krijgen heel veel shots op het eiland. Ja, er ging ze. Zit goed vol, hè? Ja. Ik vond het eigenlijk spijtig dat mensen dat alleen maar met alcohol was. En daarom heb ik eigenlijk een thee gemaakt dat je in de winter Ibiza nog altijd thuis kunt hebben. Ja, maar die ruikt echt. Ja. Die ruikt supergoed. Dat is de Pepe van Njam TV. Pepe had een van de eerste klanten van Café Couture met mijn thee. Serieus? Die spreekt eigenlijk op de maaltijden in Sali van Pepe in Genk. Tweede beste beachbar ter wereld uitgeroepen. Ter wereld? Amai. Aardbei en bloemen. En ook super decoratief. Ah, mooie bloemen. Mooi. Dat is een tattoo artist van Kate Moss en Monica. Ja, ja. Echt een speciale geur. Uit overruikt ruikt echt naar barbecue. Je kookt zalm en je doet deze erop als je zalm op koken bent, op bakken. En je doet dit erop, dan krijg je ongelooflijk gerookte thee. Je kunt heel veel doen. Allee, koken met thee ook iets speciaals. Misschien een ideetje voor een keer een kookvideo te maken. Als jullie vinden dat ik dat bedoel, mag je zeker heavy, in de comments. Heavy. Hetgeen dat ik echt speciaals ben dat ik al zien heb. Dat is dus echt iets dat ik nog nooit gezien heb. Thee met echte popcorn in. Ruikt echt naar popcorn en zit ook echt stukjes popcorn in. De poppycorn. Ik ben de thee, ik ga dat even een keer tonen. Dat is ook heel speciaal gedaan. Ja. Bij elke thee hangt er namelijk eigenlijk een verhaaltje. Ja. En de ingrediënten hangen daar ook bij. En dat is ook erg mooi gedaan. Allemaal in hetzelfde lettertype. Super mooi opgehangen. Ja. Eline hebt dat heel mooi gedaan. Dank u. En dat zie je maar. Je hebt echt super veel soorten. Hier een hele muur, daar ook een hele muur. Dat is Rens. Die ook niet in beeld wil komen. Rens is de vriendelijkste teddybeer van Kortrijk. Zie eens wat een beer dat is. Amai, Rens, je spieren komen goed uit. Het is een goede camera. Ja, ik sta veel zo. En je ziet ook hoe mooi dat die muur is. Ik heb er daar net al uitleg over gegeven, maar kijk. Oogt ook super mooi. En dus iets nieuws dat ze gedaan hebben is namelijk de thee. Voor de lompe mensen als wij die in de potjes ook doen, zodat al de thee op de grond valt, hebben ze namelijk een oplossing gevonden. En ze hebben dat gewoon zo in glazen potjes gedaan. En dan kun je eigenlijk gewoon dat opheffen en naar ruien. En hoe lang zijn je daar eigenlijk al mee bezig met alles? Eigenlijk met Café Couture ben ik 2,5-3 jaar bezig. Ja. Ik was al 10 jaar bezig met juices.
En nu, de laatste 2 jaar, zien we juices heel veel opkomen. Ja. Ik was er al 10 jaar geleden mee bezig. Dit komen allemaal later. Nee, maar het zijn ook supergoeie. Ik heb altijd John Lori, die is supergoed. En we zijn dan eigenlijk op de naam gekomen voor. Heb jij er een idee van dat je komt John Lori? Nee? Echt niet. Als je dat omdraait, John Lori, wat doe je dan? Broodje kippen, geen achternaam. Ah nee, wauw, dat had ik echt nog niet door. Oh, Don Lori is eigenlijk Lori Don. Ik ga niet al de blikjes tonen, moet maar zelf komen kijken. Het is zeker de moeite. En ik ga nu een keer een proberen. Maar ik weet niet welke. Ik ga u laten kiezen. Mijn favoriete thee is eigenlijk de Sincha Lemonade. En ik heb die ook opgestuurd door een van de bekendste theeblogsters ter wereld in Canada. Cup of Life. En die heeft die 4,5 of 5 gegeven. Rens, mogen wij een Sincha Lemonade hebben alsjeblieft? En ik ga ook al iets bestellen voor te eten. Pak Philadelphia salm. Ja? Ah ja. Ja. Ah, ja. Zeg, maar ik vind dat jij dat goed doet, hè? Zeg, ik denk echt dat mensen dat appreciëren, hè? Ja? Ja, ik vind dat ongelooflijk. Want jij zit hier niet, helemaal niet nerveus. Jij doet ook, ja, Piet, ik heb dat opgeschreven wat de vraag. Ik vind dat fantastisch. Ik vind eigenlijk dat meer mensen dat moeten doen. Ik vind dat wel tof. En het zijn echt al veel mensen die mij gestuurd hebben van ben je ook met YouTube om. En je weet niet hoe blij dat dat mee maakt. Dat is echt zoiets van, allee. Leuk, hè? Ja, mensen die hun passie in iets steken. Ja. Als ze mij vragen wat het allerleukste aan YouTube. Gewoon de waardering die ik krijg van mensen. Mensen die naar je opkijken en dat geeft zo'n goed gevoel van. Die dat je anders niet zou tegenkomen. Nee, ik heb daar echt al heel veel mensen door leren kennen. Leuke mensen en echt lieve dingen hoort en dat geeft juist de motivatie. Hè. Rens, kom hier, dan zit ik in beeld zien. Ja, ik zit al in beeld. Zie, kijk, Rens. Is de lens breed genoeg? Ja, jong, ja. Dat is een breed, hè? Ja. Wow. Kijk. Oh, die schouders zijn zo. Een trailer veel, hè? Love, peace and tease and message. Staat dat erop of is het een andere? Oh. Ja. Ja? Mijn zoon heeft een Pokémon in Ibiza op het toilet gevangen. Ik heb hier vandaag in gevangen. Ik kwam van het toilet en hier in een maandag? Ja. Hier in een juice? Ja. Kijk, kom aan juice. Oké, het is misschien maar een ratje, maar. Oké. Ik heb gehoord dat Pikachu hier zit. Soms. Ja, moet zeker komen. Misschien dat je hem bent. Oké, we gaan eerst proberen. Philadelphia zalm. Slikker, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, ik denk dat komt mee zaterdag in onze pauze. Oh, die ruikt echt goed. Goed, hè? Dit is wel goed. Wat zit er daar allemaal in? Citroen en groene thee. Zul jij niet stellen, hè? Ik nog wat meteen mijn stiefpapa. Het was zo eindelijk dat ik hem had aangesproken, want ik was thuis aan het vertellen en mijn stiefpapa zei van ja, ik heb nog twee naar mijn wacht gezet, denk ik. Heeft hem gewonnen of heb ik gewonnen? Dat weet ik niet meer, ik ga dat moeten vragen. Maar dat is wel een goeie. Ja? Ja, dat is wel een goeie. Dat is een bekende naam. In het basketwereldje. Hey, eerste klas, hè? Dat is die 3 donuts van een moviepark. Je ziet, het is niet zomaar dat hij ze gewonnen heeft. Ik doe dat ook soms met mijn zoon. Ja? Als we naar een Walibi gaan of zo in Nederland. En dan is dat goeie voor zo'n grote teddybeer. Dus ik heb dan 2 euro. Dan gooi ik een keer en dan heb ik zo'n beer. En dan zeg ik zo, ah. Moeten wij heel de dag met zo'n beer lopen? Hier de item, plak maar een beetje tegen de zaal. Heel lief. Ondertussen nog iets voor ik te proberen. De ijskoffie. Dat heb ik persoonlijk nog niet geprobeerd. Ik wist dat niet als het dan. En het is de ijskoffie met donkere chocolade. Dat staan er niet. 120. Scherp, trouwens, niet alleen komen voor de lettere ding. De service is ook super vriendelijk. Ik heb al gezegd in de vorige video, super vriendelijke mensen. Dat je gesprekje wilt ook, staan altijd op mijn gesprekje. Super lief, beste service, echt waar. Lieve mensen, hè? Ja, echt heel lieve mensen. Dus ja, dat was het dan eigenlijk. Ik hoop dat jullie nu een beetje een beter beeld hebben. En nu weet je namelijk ook waarom dat ik zoveel foto's daarvan plaats op Instagram. Want het is een super goede zaak. Ik ga hier zeker nog altijd veel komen. Ik ga mij nooit verliezen als vaste klant. En moet zeker ook langskomen. Maar je in Kortrijk bent of Antwerpen of waar dan ook. Misschien in Brugge binnenkort. Misschien in Brugge binnenkort. Appels. Zeker langs. Dirse appels. Het is echt de moeite. Jij doet dat goed. Ja, dank u. Palassen. Dank u wel. Ik wil je zeker ook bedanken voor het te komen en voor de uitleg te geven hierover. Graag gedaan. Ja, voor mij is het ook veel duidelijker nu. Oké. Doei. Leuk.
Willen jullie ook graag een keer een thee proberen? Dan moet je zeker gaan naar de Maona in Kortrijk. Je kunt kiezen als je gaat naar de Lange Steenstraat of aan het station zelf. En zeg dan zeker dat je gekomen bent door mij. Want als je zegt dat je gekomen bent door de video van Bo, dan krijg je namelijk een gratis takeaway thee. Dus dan kun je kiezen welke thee dat je pakt van al de soorten die daar stonden. En het is voor mee te nemen en het is gratis. Dus fantastisch. Oké, dus dat was het eigenlijk. Vond je het leuk? Geef dan zeker een blauw duimpje. Het is echt wel waar. Ga daar zeker langs. Als je in Kortrijk bent of Antwerpen, ga daar alsjeblieft langs. Het is super goed. Had er geen spijt van hem. En dat is letterlijk de enige plaats waar ik kan zeggen van, je kunt hier niks verkeerd bestellen. Het is gewoon een fantastische zaak. Ja, dat was eigenlijk, ik weet niet of dat nu een soort vlog was of niet. Ik ga het een foodvlog noemen. Ik weet niet. Het feit dat ik dat meer moet doen, zo keer bepaalde restaurantjes of zo. Ding van eten of zo. Want je weet dat ik een echte bourgondier ben. Ik hou van eten en drinken. Het feit dat ik dat meer moet doen, laat het dat zeker weten. Mogen mij dat laten weten op Snapchat of in de comments. Maakt niet uit. Op Snapchat antwoord ik wel sowieso. Dat weten jullie ondertussen al. Het is bewolkt, maar het is blauwe lucht. Dus weet je wat dat wil zeggen? Een blauw duimpje. Zeker ook abonneren. Mijn naam komt erin voor. Dus je moet het doen. Ik kon nog een keer dank u zeggen tegen Pieter voor te helpen met de vlog. Dat was super lief van u dat je de uitleg hebt gegeven. En ook dank u aan Elina Rens dat ik daar mocht komen en voor alles dat ik gekregen heb en zo. Ik vond het echt super lief. Jullie zijn fantastische mensen. Volg mij zeker ook op Instagram, want er zullen nog wel veel foto's met speciale smoothies en koffies en zo erop komen vandaar. Trouwens, mijn broer en mijn zus hebben ook Instagram sinds enkele dagen geleden. Volg ze zeker ook op Instagram. Volg Pieter zeker ook op Instagram. Café Couture ook volgen op Instagram. Maona Kortrijk ook volgen op Instagram. Alles staat in de beschrijving. Voeg mij zeker ook toe op Snapchat. Al de links gaan er zobiet nog een keer opkomen. En anders staat hier allemaal onder. En dan ook zeggen, ja, totdat ik er weer zie. En hopelijk zal het daar een keer zijn. Maar ik ga er nog veel zijn. Doei! Never ever need another cracker so frosty.